Dank je. Dat was goed gedaan door Knauven. Dit is een goede bal. Plots Kamada oog in oog met Courtois. En de redding. Oh, Thibaut Courtois, uiteraard, zou ik zeggen. Hij zegt, wat is dat hier? Hoe kan dat nu? Ineens lag het open. Kamada had net iets te veel tijd nodig. Bal meegeven met Valverde. Carvajal is al doorgesprint. Valverde heeft de ruimte. En Lens kan hem niet meer bijbenen. Valverde, goede bal. Eerste keer Benzema. Vinicius over de lijn goal. Door Tuta. En opgeruimd nu in tweede instantie door Touré. Wat een pijlsnelle tegenaanval van Real Madrid. Maar wel weer die versnelling door het centrum met een paar verticale ballen. Hier is Knauf. Knauf met Mendy. Nog een schot. Weer de parade nodig. Van Thibaut Courtois. Vinicius. Oh. De vingertoppen van Trapp. Het anders merkt toch ook wel een beetje van Vinicius. Snelheid en precisie in de afwerking. Kevin Trapp op zijn beurt ook aan het werk gezet. Benzema. Casemiro en daar de goal van Alaba. 1-0 Real op een kleine 10 minuten van de rust. Benzema ertussen. En uiteindelijk Alaba die hem natuurlijk niet meer kon missen. De doortastendheid van Casemiro in de tweede zone. En de voorsprong voor Real staat op het bord. Modric, Benzema, mooi gevoetbald. Vinicius in de tweede zone, Benzema voor de goal. Mendy, daar is Vinicius. En Trapp redt hem toch nog. Week nog even af, denk ik. Goeie reactie, beetje meeval voor Kevin Trapp. Hij voorkomt de 2-0. Modric, Casemiro, hij kan trappen met links, op de lat. Ja, het scheelt een centimeter of 15. Of het was hier beslist. Goeie infiltratie, Casemiro. Ja, geplaatst, maar toch ook hard met zijn linker dan nog. Echt een mooie trap. Lens schuift in, vindt Kamara een beetje ruimte naar en kan voetballen hier met Knauf. Kan hij zijn beweging maken, Knauf? Toch maar eens trappen. Ja. Het is geen bal waarmee je Thibaut Courtois kan kloppen, maar het is toch al dat. De kracht ontbrak. Vinicius. Breed voor Benzema. En 2-0. Trap verrast in het centrum. Karim Benzema knipt toch het licht uit, denk ik. De dodelijke combinatie van vorig seizoen in de Champions League. Vooral doet hij hier ook voor het eerst van zich spreken. In Europa. Vinicius, Benzema. Wijkt hij nog af onderweg of is trap verrast? Want het was toch in het midden van de goal, leek me. Hier gaan ze misschien wel een keer een techniek moeten bovenhalen. Ja, ja. Want dat was echt wel op het randje. Dan terugleggen tot Benzema. Zoveel vrijheid. Net binnen de 16 moet je hem niet geven. En waarschijnlijk nog wel een beetje aangeraakt. Ook. Tweede doelpoging. En nu wel prijs. Nee, helemaal niet af. Het is gewoon verrast. Voilà, dat is het laatste fluitsignaal van Michael Oliver. Alaba is er heel erg blij mee met een trofeetje erbij. High five met Thibaut Courtois, breed lachend.